welkom in mijn huis. Kom maar binnen. Ja, dit is de woonkamer. Dit is echt mijn plekje waar ik op de tv zit te kijken, want dan zit ik lekker dicht op de tv. Dan kan ik het goed zien. En dit zijn mijn zusjes. Hier is Evie en Liv, de tweeling. En hier is Silke. En nu zijn ze inmiddels wel wat groter en wat ouder natuurlijk. En nou, dit is de prijs. Ik vind hem echt heel mooi. En dit is de privé. En daar stond ik ook in. Hier zie je een danseres. En ja, die kan er helaas niet bij zijn 1 december, want ja, die is 16 jaar geworden. En dan mag je niet meer bij het Junior Songfestival dansen, want dan ben je te oud. Dus dat is wel heel jammer. Ik hoop dat ze komt kijken 1 december. Dus dat vind ik wel heel leuk. Ik heb ook een favoriete film. En dat is Afblijven en Radeloos. Het zijn 2 films. En nou ja, ik kijk hem niet heel vaak, omdat mijn zusje vinden dat dan weer niet leuk. En die kijken dan weer Barbie of zoiets. Nou, dat vind ik dan weer niet leuk. Ja, ik heb ook een huisdier. En dat is een hamster. Ja, die is nu inmiddels, ik denk, 4 jaar. Ik heb hem van Sinterklaas gekregen. Ik kreeg een brief en daar stond in of hij moest Jan Diederik heten of Carolientje. Nou ja, het was een meisje, dus Carolientje. En hier hebben we ook nog allemaal foto's. Nou, dit was ik toen ik nog klein was. Toen was ik heel erg verbrand. Dit was mijn vader vroeger, want mijn vader die zong ook. Maar dan gaan we nu naar de keuken. Dit zijn mijn zusjes. Dit is Liv. En dit is Evie. Dit zijn de tweeling. En dit is Silke. En dit is mijn vriendin Wiep. En ik heb dan nog een vriendin, maar die kan er niet bij zijn. Hier is ook tik-tak-tik geschreven en daar is mijn vader. Ik pak even de gitaar. Tik-tak-tik, de tijd gaat veel te snel voorbij. En ik kan echt geen gitaar spelen, dus deze geef ik aan mijn vader. Dankjewel. En tik-tak-tik is hier ook geschreven. En we zijn op het lied gekomen omdat ik vroeg mijn vader of hij het niet jammer vond dat hij niet meer in de zandbak kan spelen en niet meer van de glijbaan af kan glijden. Nou, hier schrijven we dus altijd liedjes. En we hebben al heel wat liedjes alweer klaar. En we laten even het nieuwste liedje horen. De zon lacht me toe, ook al ben ik nog moe. Stap mijn bed uit en kijk mezelf aan. De spiegel die lacht en verluistert me zacht. Je bent mooi, dus je kunt nu echt gaan. Ga ik jullie nu de koelkast laten zien? Hij staat aardig vol. En dit vind ik altijd heel lekker op brood. En chocomel vind ik ook altijd heel lekker om gewoon lekker te drinken. Nou, dat was de koelkast. Nou, dan gaan we nu naar boven naar mijn slaapkamer. Nou, kom maar binnen, dit is mijn slaapkamer. Dit is eigenlijk mijn eerste echte cd'tje. Ze zijn alleen niet te koop, want ik ga ze uitdelen aan al die andere kandidaten. En hier zit ik dan vaak en dan zenden we mijn vriendinnen. En ik doe vaak mijn vriendinnen hun haar en ja, hier heb ik nou al mijn haarspulletjes in. Nou, ik heb hier een hele kaartenwand en hier zie je het kaartje van vorig jaar. Nou, je hebt voor de rest kerstkaarten en heel veel kaarten van gefeliciteerd. Ja, en hier zie je Joël. Hier Ewout. Die had ik dit jaar gekregen voor de live shows en had hij gezegd toi toi toi. Dus dat is ook heel aardig. Nou, dit is mijn kledingkast. Dit zijn allemaal setjes. En dit is echt mijn lievelingsoutfit. Nee, hier zit mijn jasje in van de finale. Maar die geeft nogal af. Dus ja, dan doen we het zo in een vuilniszak. En dan kan ik niet afgeven aan al de andere kleuren. Nou, en dit is de trolley die ik eigenlijk... die neem ik nu steeds mee naar al mijn optredens. Want mijn tas die werd al zwaarder en al voller. Dus toen hadden we maar een trolley aangeschaft, want dat past echt niet meer.
En na de finale heeft iedereen zo'n leuke foto gekregen. Maakt mijn kamer nog gezelliger. Nou, nu gaan we naar de badkamer. Nou, de spiegel is niet heel groot en ik maak ook altijd ruzie met mijn zusje. Sil, ik sta ervoor, ga weg. Nou, het is inmiddels al donker. Dus nu vind ik het wel weer tijd dat jullie gaan. Doei!